Week 23, dat is op de scholen voor praktijkonderwijs de Geen Schoolweek. We praten met een van de organisatoren, Sandra Gussen. Sandra, Geen Schoolweek, wat is dat? De Geen Schoolweek is een week waarin de schooltijden los worden gelaten. Het normale schoolprogramma wordt even aan de kant gezet voor een week en het staat vol met leuke activiteiten. Waarom is er een Geen Schoolweek? Er was altijd een activiteitenweek en we hadden dit jaar zoiets, we gaan die eens in een ander jasje gooien. In de activiteitenweek werd er eigenlijk altijd vanuit ons gezegd van dit gaan we doen. En nu hebben we het vanuit de leerlingen laten komen. Wat voor een onderdelen zijn er waar ze aan deel kunnen nemen? Heel veel verschillende sportonderdelen, culturele activiteiten zoals graffiti, hip-hop, streetdance. We zijn mee gaan lopen met verschillende beroepen, zoals in de zorg, bij Decathlon, bij de bakkerij, bij de brandweer, dus allerlei verschillende onderdelen. En hoe zijn jullie aan die onderdelen gekomen? We hebben in het begin van, toen we begonnen met de organisatie, hebben we enquêtes afgenomen onder andere leerlingen en gevraagd wat zij graag een keer zouden willen doen. En de indeling die jullie hebben gemaakt, hoe is die tot stand gekomen? Nou, de kinderen hebben allemaal aangegeven wat ze graag zouden willen doen. En daar hebben ze 3-4 onderdelen per dag aangegeven. En wij hebben uiteindelijk een indeling gemaakt. Want op een gegeven moment is een workshop natuurlijk vol. Dus hebben we daarin wat moeten schuiven. Maar we hebben wel voor elke leerling een onderdeel kunnen laten doen waar ze zelf voor hebben gekozen. Wie doen er mee? Alle leerlingen van de school, alle leerkrachten en al het personeel van de hele school. Maar natuurlijk ook heel veel externe mensen. Dus mensen die hier naar school komen om workshops te geven. Maar ook de mensen waar wij op bezoek gaan, dus bij de bedrijven die onze leerlingen daar begeleiden. Wie hebben er in de organisatie gezeten? Nou, we hebben een stuurgroep met Maarten van der A, Caroline Adema en ikzelf. En daarbuiten waren nog 8 mensen, 8 andere collega's actief. En met z'n allen hebben we er een hele leuke week van gemaakt. David Schelstroom, een van onze leerlingen, die heeft op zijn hele eigen wijze een montage gemaakt van alles wat er in de Geen Schoolweek te zien was. Veel plezier ermee.
zelfbijten bent. Zal ik voor jou eens een lekkere frikandel bakken? Frikandel bakken, frikandel bakken. Je loopt naar de vetke en die zet je aan. Ja, die zet je aan. Oh, die zet je aan. Ja. Dan loop je naar de vriezer en je vraagt een frikandel. Zijn de bananen kromme? Waarom zijn de bananen krom? Als hij valt, dan hoor je bommen. Waarom zijn de bananen krom? Ik vind bananen lekkerder dan lekker. Waarom zijn de bananen krom? Ik hou alleen niet van een bananenstekker. Waarom zijn de bananen krom? Dat kan wel zo wezen, maar ik wil weten waarom. Het wordt een mooie zomer bij Albert Heijn. Met elke week heerlijke aanbiedingen. Echte zomerhits. Hamburgers met korting. De barbecue ligt vol. Hamburgers met korting. Oh, oh, oh. Hamburgers met korting. Oh, oh, oh. Hamburgers met korting. Oh, oh, oh. Hamburgers met korting, oh, oh. Voordeel scoren met de grootste zomerhits. Gewoon bij Albert Heijn. Met deze week AH hamburgers 50% korting. Maar ook AH komkommers de tweede gratis. Twee sixpacks Coca-Cola en Fanta voor maar... Handtekening! Ja, straks leven. Oh, hallo! Hallo!
blab, 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 blab. Ik heb goudvis met zijn diploma aan. En als die goed zijn best doet, krijgt hij zijn diploma mee. Van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Zomer begon toen ik zag wat ze kon met dat hart van mij, bij de hand van mij, al lang weer verleden tijd. Vreugde vergaat als je plotseling omvaart en de werkelijkheid altijd weer anders blijft. Met een ander vrij. Laat het eind van de zomer maar komen. Goedemorgen, jongelui. Goedemorgen, collega's. Op deze Hey, meneer Van Aan, wat vindt u van de geen schoolweek? Hey David, ja, ik vind het fantastisch. We hebben een superleuke week gehad. Kinderen hebben leuke dingen gedaan. En die wordt vandaag beloond met dit weer. Je ziet het. Waterspelen, barbecuetje, leuke muziek. Dus ik denk dat we het absoluut verdiend hebben. En dat iedereen genoten heeft van een hele leuke week. Vol leuke activiteiten. En dat gaan we volgend jaar zeker nog een keer doen. Hallo mevrouw Adema, wat vindt u van de activiteitenweek? Nou, ik vind het een hele geslaagde week. Ik hoop ook dat de leerlingen het leuk hebben gevonden. We hebben er heel veel werk aan besteed. En wat we gehoord hebben, is dat iedereen het geweldig vond. Ja, een afsluiting met een mooi feest. Wat wil je nog meer? Volgend jaar weer, hè? Ja, natuurlijk. Alleen beginnen we dan wat vroeger met de voorbereidingen. Maar volgend jaar komt deze week echt wel terug. Oké, cool. Dankjewel. Net als de eerste keer. Laat het eind van de zomer maar komen. Ik heb mijn droom.